Dat kan niet. Nu ben je aangehouden. Wat nou? Je moet even je grote mond houden. Misschien kun je dat beter doen. In plaats van mensen uitschelden, ja? In het gebied zelf, maar ook eromheen, houden we verkeerscontroles, alcoholcontroles, drugscontroles. Blijf staan. Ga niet stappen, ja? Zondagavond 11 uur. Discotheek Bruins in Saasveld is één groot feestterrein. Jongeren weten aan het begin van hun voorjaarsvakantie de muziek en de alcohol wel te vinden. Gezellig, maar het heeft ook een keerzijde. Want de overlast door drank- en drugsgebruik in de buurt is groot. Er zijn meerdere meldingen van overlast, van drank, drugs, in het horecagebied. Dus daarom gaan we in het gebied zelf, maar ook eromheen, houden we verkeerscontroles, alcoholcontroles, drugscontroles. Om het zo beter in kaart te krijgen. Hi! Alcoholcontrole. Ja, mooi. Heeft u rijbewijs bij u? Want de dames gaan naar Bruins, of dame? Volgens mij zie ik er meer achterin. Er zijn wel eens voertuigen waar meldingen van komen dat ze denken dat ze aan dealen zijn. Maar ook in de wijk, na het uitgaan, dat ze daar wild gaan plassen. Voor overlast zorgen, blijven hangen. Opstootjes, ruzies, wat ze met elkaar hebben. Dus daarvoor willen we ook een controle uit gaan voeren. De dienst begint met de controle van auto's die naar Bruins gaan. Dat zijn jongeren, hun ouders, maar ook taxis. De verkeersregelaar spreekt ons net aan dat er hier op deze parkeerplaats een busje zou staan. Een illegaal taxibusje. Wij weten verder niet veel, dus we gaan even kijken. Ja, volgteken is gegeven. We zijn bezig met de verkeerscontrole en die hebben we in Saasveld. Ja. En daar staan collega's, dus we rijden jou even die kant op. Ja. En dan gaan we even de controle uitvoeren. Even kijken, rijden we even voor Jan? Ja. Ja. Mijn collega heeft papieren gevraagd die hij moet kunnen tonen als taxibedrijf. Ja, hij moet een vergunning hebben überhaupt om het bedrijf te mogen uitoefenen. En hij moet hem ook kunnen tonen. En dat was in dit geval niet het geval. En daar heeft hij een procesverbaal voor gekregen. Nou ga ik dus naar de stalling, is ook in Saasveld. Ja. Dan ben ik toch onbeladen, zeg maar. Dat is toch... Ja, maar je bent aan het werk. Ja, nou ja, dat kun je vinden. Ik kan ook naar mijn werk toe gaan. Maar je hebt ze daar uitgeladen, toch? Ik heb er wel uit Bendelo van de GMZ gehad, dat ja. Rij ook inderdaad zo. Nou, weet je kunt nou proberen om er onderuit te komen. Dat hoef ik niet. Weet je, ik kan nou niet een onderscheid maken tussen u en een ander. Nou ja, hij moet het papier kunnen tonen, dus hij gaat nou naar huis om het papieren op te halen. Dan heeft hij alles bij zich, maar hij krijgt wel een procesverbaal van €900 in dit geval. Door naar discotheek Bruins. Daar heeft de beveiliging aan het begin van de avond al een vervelende jongen van de dansvloer geplukt. Hij weigert zijn legitimatiebewijs te geven. Ik wil sowieso weten wie je bent. Dus bij deze vorder ik even jouw legitimatie. Dus mag je sowieso op mij even jouw legitimatie geven? Maar waarom zit je hier? Om niks. Om niks? Je bent helemaal vies. Heb je veel alcohol gehad? Nee. Nee? Ja, dat vind ik prima. Ik vraag alleen of je veel alcohol hebt gehad. Nee? De jongen die was blijkbaar vervelend hier voor de deur tegen de beveiliger. De beveiliger spreekt hem daarop aan. Dat pikt hij niet. Hij heeft een grote mond. Hij wordt hier naar achter gebracht om hem te corrigeren op zijn gedrag. Nou ja, en uiteindelijk, jullie zien het zelf ook. Hij blijft een grote mond tegen ons houden. Hij wil ons filmen. Hij luistert niet naar wat de beveiliger zegt. Je mag even blijven zitten. Je mag even blijven zitten. Ik heb jou gezegd. Als wij klaar zijn, mag jij je telefoon weer hebben. Precies, als wij klaar zijn. Ja, dit gebeurt wel vaker. De laatste tijd zeker. En je merkt ook, hè, je ziet ook dat hij zich wel onder invloed is. En dat heeft echt wel een grote rol. Ik heb mijn collega overlegd. En op basis van wat mijn collega vertelt, dat je een grote mond hebt. Dat je je niet normaal gedraagt hier. En omdat ik denk dat je onder invloed bent van alcohol. Wil ik jou niet in onze discotheek hebben vanavond. Hij heeft voor vanavond een ontzegging. Dus vanavond is hij niet meer welkom binnen de discotheek. En volgende week is hij weer welkom. Mits hij zich goed gedraagt. Ik denk, waar wil ik eruit? Nou, niets doen. Dat gaan we niet doen. Ga geen foto's maken. En wat nou? Waar mag je het voor dan maken? Dat is precies de reden waarom de telefoon daar net lag. En de discussie. Vanaf waar gaat hij die kant? Ja, bij de deur krijg je. Kom maar. Mag meelopen. De uitgaansnacht voor deze jongen zit er dus snel op. Hij mocht niet terug de discotheek in. Ondertussen rijden Fleur en Justin het dorp weer in en zien al snel een wildplasser. Hoi, mag je blijven staan? En die idee kan mee. Ja. Overlast ook van wildplassen in de buurt, rondom de horecagelegenheden. Dus daarvoor willen we ook een controle uit gaan voeren. Je stond daar te plassen, dus ga je wel een keur voor krijgen. En daar heb je allemaal, kijk, daar heb je allemaal bakken, man. Ja, heel serieus? Ja. Ja, ben ik wel serieus. Ik snap. Heel laf, maar goed. Oké, mag. Ja. Weet wel dat er heel veel overlast is vanuit de buurt, vandaar dat we daar heel strak op zitten. Ja, weet ik niet. Ja.
Ik heb een taxi naar huis toe dan of dan niet? Wat zeg je? Een taxi naar huis toe. Je mag zo erg wel met taxi naar huis, zeker. Ik moet heel veel dingen noteren. Nee. Ja. Ik weet niet, wij gaan alleen maar naar Bonn. Ik weet niet waar jij naartoe moet. Ja, dat lukt het. Ja, dat is de andere kant op. Dat is een beetje jammer, maar goed. Zo, dit is jouw ID-kaart. De bekeur krijg je thuis gestuurd. Ja, dat kan goed. Ja? Ja. Mocht je een bezwaar willen, kan dat. Staat achter op de brief. Ja, dat gaan we doen. Ja, maar. Ja, top? Maar. Ja, hey, rustig. Een dure avond voor de jongen, want de boete kost 140 euro. Voeter komt weg bij de horeca, dus die gaan we even laten blazen. Hi! Hallo! Heb je ID-kaart bij je? Allemaal. Wie de bestuurder af? Jij! Je hebt gegondelen. Ja, ik heb net afdoen. Ik kreeg je bekeuring voor. Ik heb net afdoen. Oké, okay, ja, dat heb ik niet gezien. Ja. Ben je bruins geweest? Ja, jongens, in ophalen. Ophalen, je bent de Bob vanavond. Zeg jij? Je bent de Bob vanavond. Ja, alleen ophalen. Of ben je ook binnen geweest? Kijk, maar ik kan niet zien. Heb je alcohol gedronken vandaag? Morgen om 12 uur. Ga ik even alcohol testen pakken, ja, moment. Kijk, mag je blazen totdat ik stop zeg? Ga je gang. Blaas, 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 blaas. Ja, stop maar. Jij doet mij ook mee. Dat is goed. Ga ik je over als je rijbewijs teruggeven? Hey Kevin, jij even... Ik ben even bezig met jou. Oh. Je bent niet het antwoorden verplicht. Wil je nog een verklaring afleggen? Kevin is lekker. Dit ga je niet doen. Nee, dit ga je niet doen. Je gaat hem nu verwijderen. Waar ik bij ben. Anders heb je echt een heel groot probleem. Oh, je mag hem niet. Dat is niet verwijderen, hè? Ja, vrede maar. Ja, precies. Ja, dat is goed. Maar je wil hem sturen. Nee. Ben ik niet van gediend. Nee, sorry, vrede maar. Weet je dat het strafbaar is als je dit gaat delen? Ja, waarom doe je het dan? We zagen al toen we erachter reden dat rechtsachter geen gordel om had. Dus daar kreeg hij een bekeuring voor. Die heeft hij gekregen. Alleen, waarschijnlijk door zijn alcoholgebruik werd hij irritant. En gaf hij een rare verklaring. En kwamen er wat andere jongens mee bemoeien. Dus die hebben we verzocht weg te gaan. Maar mag ik mij excuses aanbieden, mevrouw? Zeker mag dat. Nee, snap je dat ik dat niet grappig nee, vind? Nee, ik snap dat. Maar en dan vraag ik aan jou of je het wil verwijderen. En dan druk je op het pijltje verder om hem snel te versturen. Ik klink te verkeerd, sorry. De boel ook schim. Hé jongens, wel thuis hè. Ja, de ballen. Even verderop valt nog een auto op. Hij rijdt zonder verlichting, zijnt met zijn groot licht. Er steken armen uit het raam naar buiten en hij slingert. Reden genoeg voor een controle. Hoi. Hoi. Politiecontrole. Yes. Jullie vullen een beetje op. Heb je rijbewijs bij je? Ja hoor. Er hingen mensen uit het raam. Je was aan het knipperen met de lichten. Je deed je knipperlicht aan. Je had geen achterlicht. Ja. En je vindt het blijkbaar ook nog een beetje grappig. Nee, dat vind ik niet grappig. Vind je niet grappig? Oké. Okay. Hey, we gaan eerst even blazen. Mag je blazen zodat ik stop zeg? Blaas maar. Ja, dankjewel. Dat is goed. Hey, je krijgt in ieder geval een bekeuring voor het niet hebben van achterverlichting. Je bent net 18. Waar woon je? In Heino. Ik, omdat het voeten van je moeder is, ga ik van de week wel even met je moeder bellen. Okay. Want ik denk niet dat ze grappig vindt dat je zo terugrijdt. Maar ja, dat was niet de bedoeling, maar ik deed eigenlijk voor de rest niks geks. Ik dacht... Nee, maar al die jongens die hangen uit ramen, zitten te filmen, knipperlicht gaat aan, wordt elke keer geseind. Ja. En je moet nog helemaal naar Heino, hè? Dat is nog wel een stukje. Ja. Hallo! Het is allemaal normaal. Je zoekt gewoon een auto uit en krijgt even een beetje. Pardon? Wie zegt dat? Ja, ik hè. Wie is ik hè? Ik hè. Wat zeg je dan? Ik zeg dat wij er zomaar tussenuit worden getrokken, want niemand ging bij ons uit de ramen. Maar zomaar, sorry hoor, maar zomaar uit het raam of zomaar eruit worden getrokken, dat slaat nergens op. Want nee. Volgens mij rij je gewoon zonder verlichting. En zit je een beetje te zijn hoor. Verlichting oké, okay, maar er wordt ook gezegd dat er mensen uit het raam heen. Sowieso, want er hing een telefoon uit het raam. Je bent niet het antwoord verplicht. Wil je nog een verklaring afleggen? Geef een achterlicht aan. Oké, okay. Ga ik dat inzetten. Veilige rit naar Heino. Tot ziens. De uitloop van de discotheek in het centrum van Saasveld is inmiddels in volle gang. Met de nodige alcohol leidt dat soms tot problemen. Blijf staan. Ga niet stappen, ja? Ja, heb ik wel. Je moet niet veel zijn neus gaan doen. Hey, ben je dom beestig? Heb je ID-kaart? Ja, ik heb al twee boetes dit weekend. Maar pak mijn ID-kaart. Maar alsjeblieft. Ja, we stonden hiervoor even te kijken naar de uitloop van de discotheek. En er ontstond een klein ruzietje, vechtpartijtje was een beetje onrustig. Meerdere mensen... begonnen te rennen en voor mij begon ineens een jongen iemand te trappen. Dus die hebben we even eruit gehaald, even naam genoteerd. Maar als je nu al twee boetes hebt gehad, misschien moet je nadenken waar je mee bezig bent. Dat kan nog wel, toch? Ja, maar ja. Dus nu weer een beetje vragen om problemen, toch?
ik zie een vriend van mij hier, had ik de hele avond niet gezien. Ik dacht van ja, hij heeft ruzie en ze lopen achteraan. Dus ja, ik dacht, ik geef een schop achteraan, maar ja. Hoe oud ben je? Ik ben 17. Oké, okay. U nog minderjarig? Ja, maar ik vind het niet handig. Okay. Zeker niet, maar... Waarvoor heb je een bekeuring gehad vorige keer? Voor opbaar dronkenschap en volgens mij een beledigen voor ambtenaar en functie. Maar waar is die goede vriend van jou nou dan? Ja, ik zou het graag ook zelf weten. Ja, dat is wel bijzonder. Is wel een goede vriend van je helpt hem en hij peert hem. Het is ook niet slim, maar ik help hem toch. De jongen krijgt een boete voor het verstoren van de openbare orde. Dat kost hem zo'n €150. Maar ik wil geen gedoe meer zien vanavond met Jodenbeet. Nee, zeker. Dus de regel dat je naar huis kan komen? Ik ben niet uit op gedoe, hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Top. Dan zeg ik, ga naar huis. Maar dat gedoe ontstaat op dat moment wel op een andere plek. Justin en Fleur krijgen een melding van de beveiliging van Bruins. Mama, ik heb nee. Prima gevonden. Ik ga naar huis. Je kunt ik niet nee. Klein, want het is nergens op. Maar ik doe niks. Zij pakt mij niet van mijn haren vast en trekt mij op de grond. Ik slaap. Rustig. En hij zegt dat ik verkeerd wat nee. Niet zo is. Dat zegt hij niet. Ik kreeg een melding vanuit de beveiliging. Ze hadden een mevrouw eruit gezet. Er was een conflictje geweest binnen. Toen is ze uit de discotheek gezet en een half uurtje later is ze weer naar binnen gegaan. En heeft ze weer, volgens mij heeft ze voor een opstootje gezorgd. Is ze weer eruit gezet. Nou, en toen bleef ze een beetje moeilijk doen. Toen kwamen wij erbij en bleef ze een beetje moeilijk doen. Luister, je hoeft hem niet uit te schelden voor wat dan ook. Dan krijg je met ons te maken. Je doet het gewoon even normaal. Hij is netjes tegen jou. Dan hoef je hem niet voor alles uit te maken. Ja, je gaat nou vertrekken. Je gaat nou vertrekken. Je mag de kant op. Dankjewel. Wil je van me afblijven? Okay, doorlopen. Blijf van me af. Blijf van me af. Doorlopen. Nee. Hey, dat is niet nou. Dat kan niet. Nu ben je aangehouden. Van nou. Wat nou voor belediging? Armen spreiden. Armen spreiden. Armen spreiden. Wil jij staan of zitten? Ga maar staan. Het is helemaal nat. Ga maar staan. Staan. Bij deze ben je aangehouden, je bent niet op antwoorden verplicht, je hebt recht op advocaat. Wat is dit nou weer, je bent aangehouden voor belediging. Bij de achteringang bij Fransje. Mag ik mijn hand boeien alsjeblieft, nee. Kom luister, doe ik normaal alsjeblieft. Nee. Auw. Doe andere hand op. Rustig. Jij doet me toch zeer, je drukt me op tegen mijn buur. Bij deze ben je aangehouden voor belediging. Je bent niet tot. Luister, je bent niet tot antwoorden verplicht. Je bent niet tot antwoorden verplicht. En je hebt recht op een advocaat. Juist. Ze moet achter de hekken gaan staan van de beveiliging. Dat doet ze niet. Ik vraag haar om weg te gaan. Nou ja, ik volg haar met mijn hand dat ze weg moet gaan. Doet ze niet. Ik ben een kankerhoe. Nou, dat is een belediging. Helemaal in het openbaar. Er staan al mensen bij. Dat was de druppel. Dus daarop is ze aangehouden. Nee, je blijft hier staan. Ryan! Je blijft hier even staan. Ja, ik zeg toch dat je moet blijven staan. Ja, maar geef mijn tas mee aan mijn broertje, nee. Ja. Nee. Is al mijn spul, geef aan mijn broertje mee, gek. Gaan we niet doen. Heb je iets achter je BH? Nee. Je mag toch wel zien als je wil. Nee hoor. Nee, dat is goed. Maar dankjewel. Ik voor de zitten. Heb je? Moet je achterin? Ja. Oké. Okay. Ben je eerder aan bannen geweest? Ja, al 2 keer. Dat is niet best. Nee, allebei zonder reden. Dus de derde keer zonder reden. Dan wordt ze gefouilleerd omdat ze in de auto gaat. Omdat we zeker willen weten dat ze geen scherpe voorwerpen bij zich heeft. En daarop hebben we ook een hoeveelheid drugs aangetroffen. Ik weet niet wat het is. Daar heb ik geen verstand van. Het is gevonden in een Smint Sportlife bakje. Er zitten wat zakjes in met drugs erin. Dat nemen we in beslag. Collega's brengen haar nu naar het arrestantencomplex in Borne. Daar zal ze verhoord worden en wij gaan zo naar het bureau toe om onze verklaring te tikken.